Dan heb ik nog steeds te maken met dat ding van die zelfsabotage. Ik heb al meerdere malen in verschillende vormen vragen over gesteld, toch geef ik het niet op. Ik heb een voorbeeld. Mijn hondje kan gewoon altijd lekker in de tuin, maar twee keer per dag wil ik een wandeling maken. Dat vindt zij geweldig en voor mij is het goed. Ik had me voorgenomen de eerste wandeling voor 10 uur te doen. Lijkt me redelijk. En de tweede voor 6 uur. Ik begin er dan naartoe te werken. In het begin zeker niet te streng voor mezelf. En wa wanneer. Nee, en waardeer het ook als het een kwartier over tijd is. Gaandeweg wil ik dan meer richting de echte gewenste tijd. Maar ik merk dat het steeds moeilijker en moeilijker wordt om er überhaupt mee door te gaan. Soms lukt de eerste wandeling daardoor pas om twee uur. En dat wil ik echt niet. Het is zelfs zo dat door al die gewoontes. Nee, het is zo zelfs dat ik door al die gewoontes proberen vol te houden, een overspannen gevoel krijg. En terechtkom in allerlei afleiding. Video's over marketingstrategieën bekijken bijvoorbeeld. Leuk en nuttig, maar niet als er heel andere dingen op het programma staan. Ik zou het erg fijn vinden om weer een paar gedachten hierover van je te mogen ontvangen. Wat je als eerste wilt opmerken is, je geeft aan, euh, ik wil dit echt niet. Hè? Je wilt niet dat het verschuift. En je vindt het echt belangrijk. Je vindt het goed voor jouzelf en het is fijn voor de hond. Dus je ziet de voordelen ervan, maar je handelt daar niet naar. Dus de eerste vraag is: Oké, okay, waarom maak je het dan niet daadwerkelijk belangrijk? Want daar begint het mee. Je moet iets belangrijk maken om het te gaan doen. En alle gewoontes die wij hebben, ook de gewoonte van dingen voor uitschuiven of dingen uiteindelijk toch laten vallen, meegaan in die redenen en excuses om iets dat we zeggen te willen toch niet te gaan doen, is te vergelijken met dat trekkerspoor waar we het vaker over gehad hebben. Dus iedere gewoonte is een trekkerspoor, is als een trekker die heen en weer rijdt. Hè? Die gedachten in je hoofd gaan heen en weer. En hoe vaker zo'n trekker heen en weer rijdt over datzelfde spoor. Dus jij dezelfde gedachten hebt, dezelfde gedragingen hebt. Hoe dieper dat spoor wordt. En hoe dieper dat spoor wordt. Hoe makkelijker jij erin terugvalt op het moment dat jij heel eventjes jouw trekker op een ander spoor wilt laten rijden. Dus je hebt hier de baan liggen van dat diepe spoor. dat je gewoon door alle gedragingen van de laatste jaren hebt gecreëerd. En jij denkt: oké, okay, ik til mijn trekker op, ik wil hier rijden. Dus jij rijdt best wel dicht naast jouw zelfgegraven greppels. En je gaat met je trekker op een andere. Uh, op een ander spoor rijden, maar voor je weet, slip je weer terug. En net als met fietsen: je kunt wel dicht langs een spoor van een ander fiets in het zand willen, willen fietsen, maar je voorwiel slipt erin. Dat is wat gebeurt. Die trekkersporen die jij de afgelopen jaren hebt gecreëerd zijn heel diep, maar ze zijn niet per se blijvend, tenzij je erop blijft rijden, natuurlijk. Dus je wilt beseffen dat iedere keer dat jij met jouw trekker. Een keuze maakt om op een ander pad te gaan staan, dus in dit geval niet mee gaan in uitstellen, niet gaan wandelen, maar jij tilt jouw trekker op en zet hem op het spoor: wandel om 10 uur, wandel om 6 uur. Slip je iedere keer weer terug en iedere keer pak jij een trekker weer op en ga je toch om 10 uur lopen. En de volgende dag ga je misschien om 10 uur 30 en dan weet je ook: oké, okay, was niet handig. Vanavond eerste herkansing, om 6 uur ga ik wandelen, want dat is mijn doel. Dus je hebt iedere dag twee momenten om dat nieuwe trekkerspoor neer te gaan leggen, aan te gaan leggen. Waar je een beslissing in moet nemen in dit geval is het echt belangrijk maken. Je moet gaan beslissen voor jezelf, gaan besluiten voor jezelf. Ik maak dit belangrijk. Ik ben iemand die hier de komende weken op traint. En ik zal er niet altijd zin in hebben. Ik zal het niet altijd leuk vinden. Het zal ook vaak regenen als ik buiten wil zijn. En dat vind ik kloten en dan wil ik ook opgeven. Maar ik ga dit wel doen. En iedere keer dat ik toch terugval in mijn oude trekkerspoor, is mijn eerstvolgende wandeling die gepland staat, of tien uur volgende dag of zes uur s avonds, is weer een moment om opnieuw mijn trekker op te pakken en dat nieuwe spoor te gaan creëren. Iedere keer dat jij toch gaat wandelen, voor mijn part is het pas om twee uur s middags omdat je om tien uur niet gegaan bent, is wel weer jouw trekker uit het oude spoor van well, laat, maar ik ga wel niet, opgetild hebben en oké, okay, fuck it, ik ga toch wandelen. Dus ook al ben je later dan gepland, je bent wel aan het werk met je nieuwe spoor. Dus maak in eerste instantie het doel twee keer per dag wandelen. Heel simpel, twee keer per dag wandelen. Idealiter 10 uur en 6 uur als het andere tijden zijn, hé, als ik aan het eind van de dag maar twee keer gewandeld heb. En gaandeweg ga je zorgen dat je beter en beter die tijden aanhoudt die jij wilt. Maar tegelijkertijd wil je ook wel kijken, oké, okay, waarom wil ik 10 uur en 6 uur? Waarom niet bijvoorbeeld tussen 8 en 11 en tussen 5 en 7? Dat je jezelf wat meer ruimte geeft. Dat zou ook kunnen werken. Dus daar kun je best wel eens in gaan experimenteren... of je echt die tijden per se moet aanhouden. En dat kan, dat is prima. Of dat je zegt, nou ja, het hoeft niet. Ik had het gewoon bedacht. Maar ietsje meer souplesse aanbrengen kan wel werken. Zodat ik iets minder die druk ervaar. En juist makkelijker wel bij die twee keer per dag wandelen kan blijven. Dus ga daar eens mee experimenteren. En dan het laatste ding... Je geeft aan, het is zelfs zo dat ik door al die gewoontes vol proberen te houden... een overspannen gevoel krijg en terechtkom in afleiding. Waardoor je dus andere dingen gaat doen dan wandelen. En dit is weer het puntje, en dat heb ik vaker gezegd, jezelf schop onder de kont geven. Je ziet dat wat je doet niet werkt, dus stop ermee. En dit is heel makkelijk zeggen hè? van de zijkant, dat is een beetje hetzelfde als dat, stel jij rookt en je zegt, ja, ik zou het eigenlijk niet moeten doen, dat is niet goed. En ik zeg, nee, je moet er gewoon mee stoppen. Ja, dat snap je zelf ook wel, dat je er gewoon mee moet gaan stoppen. Alleen, als het niet belangrijk genoeg voor je is, als roker, dan kun je als roker alle pakjes hebben waarop staat, je gaat dood aan uh, longkanker en roken is dodelijk en whatever en iedereen kan tegen jou zeggen... hé, hey, je zou niet moeten roken... want mijn buurvrouw die is gestorven omdat ze ook rookte. En jij hebt dan sowieso wel een verhaal... van de buurman die 93 is geworden... en twee pakjes per dag rookte. Dus je hebt altijd iets achter de hand... om jouw eigen, ook al is het niet werkend... gedrag goed te praten. En daar wil je heel scherp op zijn. Ik kan tegen jou zeggen... ga het gewoon doen. Alleen, jij hebt zoveel... zo diep dat trekkerspor al gelegd voor jouzelf... dat het... Vanuit jou moet gaan komen om de noodzaak ervan in te zien. Het enige wat ik kan doen is zeggen: joh, ga zorgen dat je nou eens stopt met jezelf zo ontzettend saboteren. Creëer jezelf als iemand die niet moeilijk doet hierover, maar simpelweg gaat met of zonder zin. Dat doet er niet toe. Wees iemand die het gewoon doet. Maar jij bent vervolgens degene die erop moet volgen. En dat is nu echt de laatste stap voor jou om te gaan zetten. Want zolang je. Wel opmerkt dat wat jij doet niet werkt, maar je verandert het niet, blijf je jouw oude onwenselijke trekkerspoor dieper maken. De enige die dat doet ben jij, de enige die dat stopt of kan stoppen, ben ook jij. Dus het is nu echt tijd om te stoppen met dat doen wat niet voor jou werkt. Met Eventueel extreme tegenzin gewoon aan de slag te gaan. Want ja, dat oude trekkerspoor, dat fietst lekker. Of dat, dat, dat rijdt lekker, want dat ligt er al. Dus je hoeft niet na te denken. Het is niet moeilijk. Een nieuw trekkerspoor dat de hele tijd terugslipt, ja, dat is zwaar. Want je moet iedere keer weer bewust dat nieuwe spoor creëren. Kost heel veel energie. Wees oké okay met het feit dat het energie kost. Maak het nou eens een keertje echt belangrijk voor jezelf. En onderneem die acties die je weet dat je moet doen. Want het feit dat jij ziet dat je afleiding zoekt. En daar ook vervolgens bewust in meegaat. Dat is hetzelfde als iemand die zegt: hey, Ik zou willen afvallen. Ik weet dat ik geen chocola in huis moet halen, want dan eet ik het op. En diegene koopt toch iedere dag opnieuw chocola en eet het op. Stop met het kopen van de chocola. Stop met het aanzetten of openklappen van je laptop als je merkt dat je die video's gaat kijken. Stop met het zoeken van excuses en redenen waarom het wel oké okay is om vandaag niet te gaan wandelen. Stop daarmee, want je ziet dat het niet werkt. En ga heel bewust aan de slag met het maken van het nieuwe trekkerspoor. Dus daarin hebben we enerzijds concrete actie, gaat fucking doen. En anderzijds hebben we het stukje wat eronder zit. En dat is dat hele trekkerspoor en al die verhalen die al gecreëerd zijn. Zorg ervoor dat je met beide aan de slag gaat. En dat je iets gaat creëren dat voor jou werkt. En eventueel dus ietsje lossere grenzen, niet per se 10 en 6 uur, maar tussen 9 en 11 bijvoorbeeld, als dat beter voor jou werkt.